Burgemeester Henri Lenfrink bracht vrijdag een bezoek aan de prikbus op het Kooiplein in Leiden. De GGD-bus staat er voorlopig iedere vrijdag. Het is de eerste plek in Leiden waar je zonder afspraak gevaccineerd kunt worden tegen het coronavirus. Ja, dat is hier voor het eerst. Het is natuurlijk op sommige andere plekken al wel een paar keer eerder gebeurd. Maar hier in Leiden hadden we natuurlijk de grootste locatie van de hele regio. Dus daar zijn we niet mee begonnen. Maar het is nu ook wel de bedoeling om wat meer dieper in de wijken te komen. Zodat je direct in contact komt met de mensen die om welke reden dan ook zich nog niet hebben laten vaccineren. Dan komen we wel bij de mensen in de buurt om op die manier de drempel te verlagen. En is het Kooiplein en deze wijk dan een plek in Leiden waar dat nodig is? Ja, hier zijn de cijfers ietsje slechter dan gemiddeld. Dus het is ook nuttig dan om hier te gaan staan, want dan heb je iets meer kans om mensen goed te kunnen overtuigen. We staan naast de Turkse moskee. Ik zag u net al eventjes met de voorzitter praten. Hoe gaat het daar? Eigenlijk, de moskee die roept ook steeds op om mensen om zich te laten vaccineren. En die doen dat ook heel goed. En we hebben net nog even met elkaar van gedachten gewisseld wat we nog zouden kunnen doen om de gemeenschap nog extra te bereiken. Dus daar gaan we de komende tijd ook nog bij stilstaan. Jullie staan in Leiden-Noord vandaag voor het eerst. Hoe lang blijven jullie hier? Zolang het nodig is, zolang er nog steeds mensen gaan komen. We zien in de praktijk vaak dat de eerste keer zijn het er een minimaal aantal. Die vertellen het door. De tweede keer zijn het er meer. En de derde keer is het meestal dat die helemaal vol zit en dat we er 240 op een dag doen. Daar gaan we hier eigenlijk ook een beetje van uit. En zolang we daar grote aantallen voorbij krijgen, gaan wij blijven staan sowieso. Ja, want jullie hebben natuurlijk met deze manier van prikken al wat ervaring opgedaan in de regio. Klopt, we hebben dat in Katwijk zijn we ermee gestart. En daar zijn we nu al 6 weken achter elkaar en elke week zijn het er gewoon 240. En dat zijn grote getallen. En daar hopen jullie hier ook op? Daar hopen we hier ook op, ja zeker. Ik ga ervan uit dat wij ook hier binnen een week of twee ook naar die 240 toe gaan. En dan blijven wij gewoon lekker staan totdat iedereen is geweest. De komende weken iedere keer op vrijdag? Altijd op vrijdag en altijd om 11 uur starten we. En we gaan door tot 5 uur en iedereen is natuurlijk welkom. En dan, ik denk het meest belangrijke zonder afspraak. Je kan gewoon bij ons binnenlopen en we regelen het. Legitimatie meenemen en het is voldoende.